Welkom op Wandelen over Begraafplaatsen. In een reeks filmpjes wil ik je meenemen over een aantal dode akkers. Wandel je met me mee? Deze keer bezoeken we de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten. Die is ontstaan in 1944. Er werden veel slachtoffers verwacht bij de opmars richting Berlijn en we wilden die niet begraven op het grondgebied van de vijand. Margraten was al bevrijd en inderdaad, er werden veel gesneuvelden begraven, soms wel 500 op één dag. Het is een indrukwekkende plaats om te bezoeken. Na de oorlog werden alle tijdelijke Amerikaanse begraafplekken in Duitsland geruimd en Margraten was één van de plaatsen waar herbegraven werd. In die tijd waren er ook nog ruim 3000 gesneuvelde Duitsers. Maar na de oorlog kregen die een plekje in IJsselstein in de Peel. Ruim 10.000 gesneuvelde Amerikanen werden naar de VS overgebracht en meer dan 8000 doden vonden hun definitieve graf, hier in Margraten. De grond is in eeuwigdurende bruikleen door ons land afgestaan aan de Verenigde Staten. In 1949 kreeg de begraafplaats zijn huidige waaiervorm met witte marmeren graftekens. In de 50e jaren werden de toren en de muren der vermisten gebouwd. Op die muren worden ruim 1700 vermiste militairen herdacht. Zijn vermiste soldaten later geïdentificeerd, dan staat er een rosetje bij hun naam. Hun lichamen werden meestal teruggevlogen naar de VS, maar Willis Jutek is een geïdentificeerde tweede luitenant die op deze begraafplaats is begraven. Zijn lichaam was in 1994 door een boer gevonden. Het was de laatste begrafenis op Margraten. Misschien ligt een van de niet geïdentificeerden wel in dit graf. Ik zag zelfs een graf met twee onbekende soldaten. Op het Ereplein zie je aan de andere kant van de vijver het bronzen monument van de rouwende moeder. In de toren van ruim 30 meter hoog is een kapel en een carillon. Rechts ligt het bezoekerscentrum, maar dit jaar zal er een nieuw centrum geopend worden op deze plek, net buiten het terrein. Het gebouw is keurig tussen de bomen geplant, zodat er maar één boom gekapt hoeft te worden. Links van de ingang zie je drie grote landkaarten die de troepenverplaatsingen van de Amerikanen laten zien. De kaarten zijn uitgebeiteld in travertijn. Voorbij de toren begint de begraafplaats. Er zijn 16 vakken, gescheiden door een promenade en paden van gras. De promenade leidt naar een vlaggenmast aan de achterkant van de begraafplaats. Officieren en soldaten hebben allemaal dezelfde soort steen. Op ieder graf staat een kruis, maar Joodse militairen hebben een Davidster. Tweede luitenant Robert Weiser was piloot op een vliegtuig met 25 parachutisten die in Wesel gedropt moesten worden. Maar al voor de dropping werd het vliegtuig beschoten, brak er brand uit in de cockpit en vatte de parachute van Robert vlam. 6 mensen die de Medal of Honor kregen, hebben een met bladgoud ingelegde markering. De Medal of Honor is de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding voor dapperheid. Ik noem er 2. Eerste luitenant Walter Will leidde zijn peloton in een aanval op Duitse stellingen. Ook nadat hij gewond werd, ging hij door en wist hij nog een aantal mitrailleurs uit te schakelen. Hij was een grote inspiratiebron voor zijn mannen. Ook Robert Cole kreeg de Medal of Honor. Robert was luitenant-kolonel bij de parachutisten van de 101e Airborne Divisie. Hij nam deel aan de luchtlandingen tijdens D-Day bij Utah Beach en operatie Market Garden. Een Duitse sluipschutter werd hem fataal. Arthur Witbeck was technicus bij een tankbataljon. Als Afro-Amerikaan heeft hij de rassendiscriminatie in het leger moeten meemaken. In maart 1945 werd de tankvart Arthur geraakt door antitankgeschut. Hij werd 21 jaar. Richard Wells was korporaal bij de genie. Hij moest met zijn kameraden als verkenner een geschikte plek uitzoeken voor een brug over het Albertkanaal, maar werd onder vuur genomen. Hij werd maar 20 jaar. Leo Lichte was infanterist.
Vanwege zijn hoge intelligentie volgde hij een speciale legeropleiding voor dokters en ingenieurs. Midden 1944 was er een tekort aan militairen en moest hij zijn opleiding afbreken. Hij sneuvelde op de leeftijd van 19 jaar. Generaal Maurice Roos was bevelhebber van de 3e Panzerdivisie. Zijn jeep werd beschoten door een Duitse soldaat. Roos is de hoogste in rang die begraven is op Margraten. Op de begraafplaats zijn 4 vrouwen begraven. Ik noem er 2. Wilma Vincent was eerste luitenant en haalde honderden gewonden op van achter de frontlinie, steeds met het gevaar neergeschoten te worden. Ze was verpleegkundige en ruilde van vlucht om een vriendin te helpen. Het zou een fatale vlucht worden. Wilma werd 28 jaar. Lerares Dorothy Jane Birch werkte als vrijwilligste bij het Amerikaanse Rode Kruis. Zij landde in juli 1944 op Utah Beach en trok achter de fronttroepen mee naar Parijs, Bastogne en Nederland om voor koffie en sigaretten te zorgen. Zij kwam om tijdens een vliegtochtje bij Wiesbaden. De tweelingbroers Edward en James Norton waren al op jonge leeftijd bezeten van vliegen. Ze meldden zich als vrijwilligers bij de Amerikaanse luchtmacht en werden bommenwerperpiloten. In 1943 vlogen ze hun eerste missie en dat werd meteen hun laatste. Ze werden neergeschoten door Duits luchtafweergeschut en verdronken in de Noordzee. Het lichaam van Edward is nooit gevonden. Zijn naam is op de muur te vinden. Begin 1945 werd er een comité opgericht dat adoptie van graven organiseerde. Al een jaar later waren alle graven geadopteerd. Sinds 2008 kan je ook de naam van een vermiste soldaat op de muur der vermisten adopteren. En ook daarvoor is inmiddels een wachtlijst. Adoptie is meer dan een eerbetoon aan gesneuvelde militairen. Met de verhalen over toen worden mensen aan het denken gezet over de bedreiging over de vrijheid van onze tijd. Adoptie wordt vaak van ouders naar kinderen doorgegeven. De begraafplaats heeft nog enkele bijzondere initiatieven. De stichting Akkers van Margraten werd in 2009 opgericht. Zij wil verhalen, documenten en foto's vastleggen voor het nageslacht. Inmiddels is er een boek verschenen, van Boerenakker tot Soldatenkerkhof. Eind mei is het Memorial Day. Op de zondag ervoor worden de doden herdacht. Margraten is dan één grote bloemenzee. Vanaf 2015 is men begonnen om rond die dag foto's neer te zetten bij de graven en bij de muur. Inmiddels hebben ruim 8000 militairen een gezicht gekregen. We verlaten nu deze keurig onderhouden begraafplaats met veel respect voor ieder die dit allemaal mogelijk maakt. En aan de mensen die hier begraven liggen, hebben wij onze vrijheid te danken. Dat mogen we nooit vergeten. Vanaf 1 februari kun je kijken naar een tweede filmpje over begraafplaats Heiderust in Rheden. Dat was het dan voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Dan ben je weer van harte welkom op Wandelen over Begraafplaatsen.